En de tweede next chapter, of de maatschappelijke diensttijd, is dat jongeren zich 24 uur in de week in gaan zetten voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij. We gaan in die 24 uur workshops volgen, ontwikkelingskansen krijgen en creëren voor zichzelf, zodat zij een stap verder kunnen maken in hun toekomst. Het doel is dat de talenten die de jongeren zelf hebben naar boven worden gehaald. De jongeren die momenteel meedoen zijn tussen de 14 en 27 jaar. Jongeren die een tussenjaar hebben. Jongeren die kiezen om na hun mbo of de overgang naar de hbo een tussenjaar te kiezen. Maar ook tussen mavo, havo of havo, vwo. Maar ook jongeren die eigenlijk niet weten waar ze naartoe willen. Of wat ze willen gaan doen. Wij kunnen met hun een traject uitstippelen om te kijken van nou, wat vind je leuk om te doen? Waar krijg je energie van? Waar word je blij van? En daar gaan we ook de workshops op afstemmen. Ja, het traject is 6 maanden in zijn totaliteit. De eerste weken is het ook voornamelijk kennismaking. Maar vervolgens gaan we een stukje work skills ontwikkelen. Wat heb je nodig om in de maatschappij te kunnen werken of terug naar school te gaan? Op tijd opstaan, maar we gaan ook bowlen, sporten met elkaar, je uithoudingsvermogen testen, doorzettingsvermogen testen. Vervolgens gaan we kijken bij welke organisatie in de maatschappij je gaat inzetten. Dus inzetten voor een ander, dat kan stage lopen zijn, dat kan meewerken zijn bij de bibliotheek, meewerken zijn bij 2B, bij allerlei organisaties in de stad waar jij zelf bij aangesloten bent. Of waar je samen met je coach voor gaat zoeken. Bedrijven levert het op dat wanneer er een gemis is binnen het bedrijf, we gaan kijken van wat er nodig is en we het traject met de jongeren daarop afstemmen. Met de Next Chapter kan je als bedrijf bijdragen om jongeren een volgende stap in hun toekomst te geven. Je gaat met hun het volgende hoofdstuk in. En daar hebben zij zin in, maar wij ook als organisatie. Als je enthousiast geworden bent van wat ik allemaal heb verteld of met mij een gesprek wil erover, wat voor kansen je hebt binnen de maatschappelijke diensttijd voor je bedrijf, dan kan je kijken op www.renewed.nl of je mag mij ook gewoon een mailtje sturen, chantal@renewed.nl.